nieuwe zendschip van Radio Caroline is voor anker gegaan voor de oostkust van Engeland. De piratenzender wordt nu in snel tempo gereed gemaakt om de uitzendingen te kunnen beginnen. Het nieuwe zendschip Caroline ligt vlak in de buurt van zijn voorganger, de Mi Amigo, die in maart 1980 is gezonken. De oude zendmast steekt nog steeds boven het water uit. Maar de tegenslag van toen heeft de grote baas van Caroline niet belet om door te gaan. De Mi Amigo nam in der tijd afscheid van zijn luisteraars met het volgende bericht. Due to the severe weather conditions and also to the fact that we're shipping quite a lot of water, we're closing down and the crew are at this stage leaving the ship. Maar eigenaar O'Reilly kocht in 1981 alweer een nieuw schip dat hij in Spanje liet uitrusten. Nu, na 2 jaar hard werken, is de nieuwe Caroline klaar voor uitzending. Met een zender die veel sterker is en een zendmast die met zijn 90 meter veel hoger is dan de vorige. O'Reilly heeft alle voorzorgen genomen om een ingrijpen van de justitie te voorkomen. You know, we supply from Spain and you know we have international advertising. Our head office is in Los Angeles and New York. And the station is run in strict compliance with all of the local legislations in the various European countries. Now, since the introduction of independent local radio in the UK, of course, people have been able to advertise on British radio. Doesn't that mean that there's less of a need for stations like Radio Caroline? Well, of course, the beauty of Caroline is that it's totally a relationship between this station and the audience, and you know the audience is the absolute decision maker. And if the audience don't want to listen to us, if nobody wants to listen, then there's no ball game. But, you know, we've never had that problem. De Nederlandse justitie erkent dat men tegen de nieuwe piratenzender niets kan ondernemen als die in de toekomst op Nederland gerichte reclame zou gaan uitzenden.